Yo, kijkers van Watchzegger, welkom bij deze nieuwe aflevering van natuurlijk Lord of the Rings Let's Build aan Helm's Deep. In de vorige aflevering zijn we voornamelijk bezig geweest met deze muur en dit stukje van de toren en daarachter zie je Dennis. Zeg eens hoi, Dennis. Hallo, ik ben er weer. Hallo. Hallo. Lekbaar. En eigenlijk wat we hebben gedaan, we hebben hier dit stukje van de toren gemaakt. We hebben wat besproken over hoe we die muur gaan doen, want we hebben hier een kleine rivierroute met een kleine uitstippeling van hoe breed die muur wordt. En deze chunk wil net niet laden, of wel? Ja, hij wil laden, kom op, ja. En eigenlijk wordt dit dus de muur waar dan eigenlijk die rivier doorheen gaat. En vanuit daar kan dan de aanvallende partij kan daar ook doorheen breken. Dus je hebt eigenlijk twee ingangen, dat wordt dus die brug. En je hebt natuurlijk dit stuk met het riviertje. Oké, en ik zie dat Dennis alweer bezig is geweest met de brug. Oké. Ja, met het trapje daar. Ja, het trapje. En dan gaan wij ook maar eens even helpen, denk ik. En zo. Ik denk dat dit wel mooi is om het een beetje zo te doen. Dan heb je hier ook weer wat vlak stuk. Nou, ik weet niet hoe je dit... Ja, dat kan ook. Ja, ik doe maar wat hoor. Ik ook. Dit doe ik altijd. Doe maar wat. Of anders wil je dit doen, want dan krijg je hier heb je dezelfde, hier zit ook overal die slabs. Ja, dan heb je wel diepte in die toren eigenlijk, dacht ik, dat het wel mooi ja, is. Ja zo, nee, maar omdat dit zit overal hier nog, op deze hele hoogte zitten die slabs. Ja, laat het lekker doorgaan zou ik zeggen. Ja. Leuke combinatie toch? Oké, hier trekken we dan wel in één keer die hele lijn zo door. Zo. Want dan heb je als je vanuit dit ding komt, want ik weet niet, kan je vanaf achter die rivier, kan je daar de muur nog op? Of is het echt puur vanuit het fort? Ja, nee. Ze kunnen de muur hier op en vanaf die muur kunnen ze naar boven. Oh, oké. Okay. Maar er zit als goed is, zo ik nog herinner, zit er nog een trap weg, die gaat... Nog daarbuiten zit een trap en die gaat gelijk naar de troonzaal toe, direct. Die komt dan op die bovenste muur uit. Oh ja, dat klopt. Er zitten twee trappen dus. Ja, maar ja, daar moeten we dan ook weer een poort voor zetten. Maar dat kan wel, denk ik. Oké. De vorige aflevering zijn we dus voornamelijk een beetje bezig geweest met die muur. En in deze aflevering willen we dus gewoon verder met deze muur. Maar ik weet niet, want je hebt hier nog zo'n hol stuk. Maar gaan we daar ook nog iets doen met verdedigingsballista's? Gewoon voor de grap, want het hoeft niet. Dat kan wel. Nou, dit is een toren die nog eigenlijk begint waar de muur begint. Een ronde toren. Ja, dus die moet zo komen, denk ik. Ja, dit zijn een beetje van de... Ja, zo. Dit is altijd het logische zo. Want dit doen we heel de design al van Helm's Deep. Ja. En dan een beetje het puntige idee er nog wel in houden, of... Hoe bedoel je het puntige idee? Nou, je zult het zo wel zien. Oké. Ik denk dat we alleen hier onderaan nog wel wat rotsen er tegenaan mogen gooien. Ja, niet te hoog, want anders kunnen ze erin klimmen. En ja, dan stel je vast ook wel een beetje de vraag af van... Je kan toch straks uiteindelijk gewoon over die berg kan je het fortje inhuppelen. Dus waarom zou je dat doen? Nou, door middel van de plugin World Border gaan we dat dus ervoor zorgen dat dat niet kan. En nee, dan, anders wordt de siege te makkelijk. Ja, maar dat wordt allemaal nog dus geregeld. Zo. En dan hier gewoon wat steen tegenaan straks. Hoog doen we dat? Ongeveer dit wordt de maximale hoogte, denk ik. Want het lijkt natuurlijk dan alsof het wel, zoals ik al in de eerdere aflevering heb gezegd, dat je dus... meer het idee hebt dat je dan ook in een, dat het fort eigenlijk vast zit in het steen. Het is officieel ook uitgehakt eigenlijk, heel ding, massief steen. Zo ik weet, alweer, ik blijf maar zeggen zo ik weet, maar het is wel zo. Ja, maar jij bent natuurlijk wel de enige echte Lord of the Rings fan. Nou, ik weet zeker dat er zijn die meer weten dan mij hoor, dus ik mag maar geen kenner noemen. Ik weet veel, maar ik weet niet alles. Gewoon altijd zeggen dat je alles weet. Dan komt het wel goed. Dan maak ik het gewoon. Mm-hmm.
Maar hetzelfde geldt voor Game of Thrones. Dan begin ik weer over het Game of Thrones idee. Maar nee. Ik heb daar heel veel verstand van. Ja, jij hebt daar je dingen van en ik heb hier mijn dingen van. Maar ga jij... ik denk dat als ik alle afleveringen heb gelezen... of dat het echt gewoon tot aan het laatste hoofdstuk komt... dus dat je weet dat het laatste seizoen is... dan denk ik eigenlijk wel dat ik nog alle boeken wil gaan lezen. Van de Game of Thrones. Aha. Ja. En heel veel mensen die denken van... ah, ik ga nog een boek lezen, man. Uit welke eeuw stam jij? Nou, ik stam uit 1995... Ik ben ook geen boeklezer. Ik heb de Hobbit die liggen, ik heb de Lord of the Rings die liggen. Ik heb ze Engels, dus het is wel moeilijker, maar... Ik bedoel, de Hobbit, daar ben ik op bladzijde 30 of 40 of zo. Mm-hmm. Op zich gaat het wel, maar... verder gekund. Maar ik had hem uitgeleend, dus... Iemand wou hem lezen voor een film, voor een boekverslag, dus ik dacht van ja, oké. Okay. Ik heb zelfs, weet je wat mooie is, ik zit op bladzijde 40, maar ik heb toch mijn boekverslag erover gedaan. Rara hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Samenvatting.nl. Nee, nog niet eens, want bij ons hebben ze die programma's, daar zien ze meteen of je van internet af hebt. Oh. Nee, ja, maar oh, ik heb gewoon de film gekeken en toen dacht ik van ja, daar kan ik er wel weer tegenaan. Heb ik gewoon op internet de officiële uitgever gezocht. Mm-hmm. De echte van dat boek, van de Nederlandse versie dan. Ja. En ik heb die ingevuld, dus ik denk van, nou, zo moet het wel lukken. Dus ik ingeleefd, was gewoon nog goed ook. Nou, heb je niks meer van gehoord. Ik heb mijn trucjes. Ja, eigenlijk moesten wij voor ons HAVO-diploma, moest je dan verplicht naar zoveel CKV-dingen, weet je wel? Dat je dan van cultureel kutvak. Ja, maar wat heb ik gedaan? Dat heb ik dus niet gedaan. Wat heb jij dan gedaan? Ik heb niks gedaan, maar er is nooit melding van gemaakt. Oh, wauw. Maar ik ben wel vanuit school, kreeg je dan de optie om daar wel naartoe te gaan. Dat je dan bijvoorbeeld wel 2 op 3 dingen hebt gedaan, maar dan uiteindelijk moest je dan zelf ook nog 2 dingen doen. Maar dat heb ik dus niet gedaan, want daar heb ik gewoon echt geen zin in. Want dan zit je in een museum een hele dag en dan denk je echt van, god man, rot maar op, daar heb ik echt geen zin in. Kan net goed op Minecraft gekund. Nou, had ik gewoon een film in de sturf even nagebouwd. Al die tijd, godverdomme. Wat? Nee. Oh, dat je daar naartoe moest, want jij moest dat wel doen natuurlijk. Ja, ik heb CKV gehad, maar ik bedoel, je had dingen en dan denk je van, gas, waar moeten wij dit nou weer doen? Ik bedoel, wij zijn een fucking bouwafdeling. Wat moeten wij doen? Moeten wij gaan breakdansen, streetdansen in zo'n jeugdhuis? Nou, dan denk ik van, nou flik het toch gauw op, man. Ik zit volgend jaar op MBO 3. Daar zitten normale studenten van circa 19 jaar, 19, 20, 21 jaar. Wat gaan ze doen? Sportdag! Laat me niet lachen. Serieus, dan ben je 19 jaar en dan heb je nog een sportdag vanuit school. Ja, het slaat nergens op. Ik weet ook niet waar ze mee heen willen. Nou, de verkeerde kant op blijkbaar. Ja, inderdaad. Niet naar voren, maar naar achter. Ja. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Sommige mensen vinden gym heel leuk, maar ik ben echt gewoon niet van het gym. Nee, ik ben ook van niks doen. Ik sport niet, ik doe helemaal niks. Ik doe alleen hetgene waar ik zin in heb. Ik werk en dat vind ik goed genoeg. Met voor mij is het gewicht is zo van... Als het maar op dat getal blijft zitten, vind ik alles voor de rest goed. Ik eet wat ik wil. Ik kan niet klagen. Nee, en je drinkt lekker veel bier. Nou, als ik zin heb in een biertje, dan denk ik van ja, dan pak ik ook gewoon mooi een biertje. Ja, maar kijk, stel, jij bent op zich wel intensief bezig met werken, denk ik. Of niet? Ja, ik bedoel intensief. Ik moet fucking heel de dag lopen. Ik sta heel de dag. Het paar pauzes, je vreet je dat helemaal vol. Je raakt heel de dag een scheid van de kut vreet. Ik weet ook niet wat ze erin houden. Sommige dingen wil ik gewoon niet weten, Dennis. Nee, maar het is gewoon slecht, man. Broodje gezond. Ik wil niet weten wat erin zit. Nou, waarschijnlijk kaas. Het is niet. Ja, kaas, komkommer, tomaat zit erop. Ham. Een ei. Ik denk, nou, maar alsnog, dat zit erop. Maar ik bedoel, er is niks gezonds aan. Ja, ik denk alleen de naam. Broodje gezond. Ja, dat is er gezond aan. Bij ons vanuit onze stages binnenkort een barbecue geregeld. En daar mogen wij dus ook naartoe omdat wij daar stagiaires zijn. En dat is wel sick hoor, want dan heb je gewoon onbeperkt bier, onbeperkt vlees.
En dat is dan allemaal vanuit zo'n organisatie geregeld. Ja. Maar dat is wel chill. Dan is ik echt gewoon net in die periode dat we gewoon lekker kunnen vreten. Dat is echt nice. Leon denkt zich van, ha, bier! Ha, bier. Oh. Ja. Ja, ik vind bier drinken vind ik sowieso altijd wel lekker. Ik ben niet echt van de wijn of van de andere zoete reut, maar ik vind op zich een biertje kan er altijd worden. Nou, ik had er nog nooit Flugel op, dus ik laat Flugel op. Ik dacht van, hey, smaakt een beetje als energiedrank. Vond ik dan, hè, maar... Ja, je hebt ook wel energy drank die ook de smaak heeft met cassis. Ik weet niet of je dat ooit hebt gehad. Nou, daar heb ik nog nooit op, maar... Ik bedoel, je weet toch wel wat Flugel is, hè? Ja, ik drink wel Flugel. Met carnaval voornamelijk. Vond jij ook niet dat dat een beetje naar energy drank smaakt? Ja, dus het is wel een soort van... Heeft er iets van weg. Ja, dat komt waarschijnlijk door de zoete smaak. Van, ja, dat zal het hem ook wel zijn. In ieder geval, dat is meestal omdat het die energy drink staat bekend, omdat het echt gewoon een zoete troep is. In ieder geval, ik vind het wel lekker om het één keer in dezelfde tijd te drinken, maar je moet energy. Niet... Ja, vind ik ook. Eerst dronk ik het wel eens een keer, misschien in de twee weken, twee blikjes of zo. Een keer dat ik naar de supermarkt ging, een keer een blikje haalde me. Ja, toen ik in de tweede zat, toen hadden we altijd dat we nog 2 euro zakgeld kregen in de week. En dan ging ik elke dinsdag haalde ik dan een zak Doritos chips en dan haalde ik nog een blikje energy erbij. Ja, bij ons op school waren het echt klootzakken, man. Want op een gegeven moment had soms dat er dan dagen waren bij de MT dat dan de energydrank in de aanbieding was. Maar als je dan mensen, wat die dan doen, die halen een hele tray energydrank. Nemen ze mee naar school. Gaan ze doorkopen? Hoe is de school? Gaan ze alle kluisjes controleren of je energiedrank erin hebt staan en als je het hebt, dan wordt het weggegooid. Wat is dat dan voor onzin? Ja, het is een gezonde school. Als je bijna ziet, zie je twee school. Vingers die... Ja, een gezonde school. Nee, het slaat nergens op. Anders zouden ze daar ook wel gewoon... De grootste fout die ze ooit gemaakt hebben is een snoepautomaat weghalen. Ik bedoel, ze verdienen er geld aan. Wij hebben er plezier van. Maar nee, weet je wat er gebeurt? Weg snoepautomaat. Maar weet je hoe dat komt? Want dan krijgt de school meer subsidie voor of zo. Ja, ik weet ook niet waar het op slaat. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Ik wil de snoepautomaat. Ik kan er niet zonder, man. Ik kan er niet zonder lijvigheid. Dat is gewoon niet normaal, man. Dat is gewoon helemaal niet normaal, man. Eén keer, Harry, gaan we op vakantie. Hadden dit probleem, dat probleem. Konden we voor school. En dan hadden we dat probleem. En hebben ze de snoepautomaat weggehaald. Dat slaat het helemaal nergens op. Helemaal nergens op. Gewoon een snoepautomaat terugzetten, anders ga ik aanklagen. Ja, dat heb ik gedaan. We hebben een schoolkrant, want jij had altijd die school, hoe heet het ook weer, schoolkrant, schoolgids. Nee, je hebt altijd die leiding en dan heb je, er zijn leerlingen die kunnen zich aanmelden voor de school, nog wat. Schoolraad of leerlingenraad. Ja, leerlingenraad. Ja. En dan kunnen ze zeg maar beslissingen meemaken met leraren. Ja. Want er zijn zoveel mensen geweest die hebben gezegd, de snoepautomaat moet terug. Maar die stelletje kutleraren bij ons op school, nee, die komt niet weer, die blijft weg. Egocentrische kutlaar. Ja. Je gaat gewoon verhoesten. Gewoon ja, slaat nergens op, nee. Wat de hel, jongen, dat kan gewoon niet. Het slaat gewoon weer helemaal nergens op. Nee. Ja. Ja, bij ons hebben ze nou ook een leerlingenraad. Ik moest daar verplicht bij, want het was zo van, we hebben per week. Ja, Leon is zo van, ja, ik kan goed leiding geven. Jij moet meedoen. Jij moet meedoen. En jij mag het land uit. Toch wel. Yes, ja, jij niet hoor. Jij niet door Dennis, jij bent een hele mooie knul. Oké. Dit is zo mooi zo. Oké, maar je hebt al die trap, die ziet er wel sick uit als je het zo bekijkt. Het is ook wat lager, dus dan krijg je daar weer een extra lage range. Dus ja, als je hier op staat, kan je nog een keer makkelijk iemand neerschieten. Ja, je kunt er ook makkelijk op springen, je kunt hier zo staan, je kunt best nog makkelijk schieten. Er was ook zo'n filmpje van zo'n man die liet toen die pijl los waardoor hij die Uruk raakte. En dat zegt hij de best archer of Gondor of Rohan of zo. Ja, dat heeft hij dan gezegd, joh. Nou, dat staat in die titel volgens mij. Ik kon er wel om lachen, net zoals toen dat stukje met... Dan is hij aan het aimen, die oude vent, en in één keer laat hij zijn pijl los, raakt hij hem in zijn nek en flikkert hij gelijk dood neer. Ja, geweldig. Het slaat echt, ze is net Superman. Hij mag in de film Arrow gaan spelen, heb je het gehoord? Ja. Nee. Maar ik weet niet, heb je het gehoord dat Carisma Houten en Kit Harington, ik weet niet of je weet wie Kit Harington is. Nope,
Kit Harington is degene die Jon Snow speelt. Ja? Ja, zij gaan samen een film starten, want in het volgende seizoen komen ze niet veel voor. Ze krijgen wel af en toe nog een paar shots. Maar ze gaan een film starten? Zij niet zelf, maar ze mogen meedoen in een film. Wat voor film is het dan? Ik weet niet, ik heb er niet echt te veel in, of heel erg in verdiept. Nou, ik weet niet, Jon Snow, waar is hij? Ik heb hem eigenlijk pas in één andere film gezien en dat was de Seventh Son. Seventh Son, ja, daar heb ik ook gezien. Daar ging hij in de eerste minuut of zo ook al dood. Ja, hij is de nieuwe Ned Stark, jongens. Ja. Sean Bean gaat ook niet in alle films dood, hoor. Nee, niet in alle films, maar wel heel veel. Heel veel wel. Maar goed, ik zit even te kijken, want we hebben nou dit stuk. En die muur, dat wordt dan uiteindelijk heel veel kopieer plakwerk, want het is telkens hetzelfde stuk. Maar dan krijg je straks die rivierpoort en dat wordt wel iets nieuws. Maar echt man, dat ziet er sick uit, Dennis. Ja, ik zit even te kijken met deze design, ik weet niet of het iets is zo. Even wat aan mijn neuskrabben zo. Oh, ik vind dit wel heel sick hoor. Zodat mijn neus krabben. Nee. Ja, ik heb jeuk op mijn neus. Ja, ik weet het. Jij hebt me echt aangestoken, jongen. Ja, mijn airconditioning blaast gewoon door mijn headset heen en komt er bij jou weer uit. Ik heb hem hier aanstaan, man. Via stroom. Je hebt wel dat je bijvoorbeeld bepaalde kabels, want die kunnen wel signalen versturen. En dat heb je dan ook bijvoorbeeld dat je een stekker heb je dan aan je router verbonden en dan gaat dan een stokje, of die stop je dan in stroom. En dan dat doe je bijvoorbeeld bij je laptop, doe je dan het andere kabeltje en dan krijg je daar ook weer die wifi uit. Waarom? Omdat in jouw huis zitten allemaal van die contactkabels. Of van die signaalkabels en dat. Aha. Interessant, hè? Ja. Heel boeiend. Ja, ze leren nog eens wat op die stage. Ja, dat is... Ik snap er niks van, Leon. Hou maar weer je bek. Ja, precies. Precies. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ik zat er ook al aan te denken. Zo triest. Hé, hey, we kunnen hier wel een figuurtje in doen, een penisfiguur. Wat? Gewoon hier een penis in. Zo'n stenen penis, weet je wel. Wow, balzak beneden. Leon, dit gaat wel lekker vandaag zo te horen. Ja, ik heb de hele week stage gelopen en ik heb ook nog gewerkt, dus ik ben wel vreselijk moe. Vandaar dat er ook wel minder video's op mijn kanaal zijn. Ja, bij mij niet dan. Ja, maar jij hebt vakantie, oké? Okay? Nou, maar ik heb. Ja, nee, maar dan nog. Ik werk ook iedere dag. Mag ook. Van de week heb ik niet echt veel zin gehad op het moment. Ik was hier op aan het wachten totdat dit allemaal werkte. Een PME heeft er ook weer een paar keer uit gelegen. Nou, dan kwam het ook niet veel verder. Ja. En dan kunnen we weer lekker bouwen. Dus daar hebben we ook wel zin in. Ik ga hier toch wel even die kantelen ietsjes aanpassen. Ik denk dat dit wel een leuke combinatie is. Een beetje van die uitstekende. Nou, ik vind hem wel één rechte toren, maar ik denk dat dat ook wel een beetje klopt. Of niet? Moeten we wat meer figuur eraan geven? Nou, dat torentje heeft geen figuur, man. Het is bekend. Het is eigenlijk bijna meer een vijfhoek en het heeft gewoon kale muren met niks erop. Dus ja, het is eigenlijk meer ook eigen invloed. Wat we wel kunnen doen is hier dan de vlag van Gondor zo opzetten, weet je wel? Gondor? Hier dan... Of ik bedoel Rohan, sorry. Hij zit even helemaal met zijn hoofd in Rohan, hoor. Of een, godverdomme, Gondor. Nou zit ik met mijn hoofd in Rohan. We both fail. No, why did you do that? Because I had to, son. We had to. Okay. Oh, dat is echt zo typisch. We had to. That's how we couldn't do it. Dat steen erin is wel sick. En dan vanaf hier laten we dan de berg ophouden of niet, zo. Dat het hier wel weer een ja, beetje fuck is. Ja, dat heb ik nou ook zo gedesigned, dus dat gaat hem ook niet meer worden. Oh, dit is wel sick hoor, zo. Maar alleen dit hoekje wordt wel weer verschrikkelijk irritant, maar daar komen we uit. Ja, daar kom jij wel uit. Ja, dat gaan we... daar kom jij wel uit. Ja, Leon, ik heb geen zin, dus doe jij dat maar lekker. Godverdomme. Godverdomme, Dennis. Jij altijd Godverdomme, Hagrid. Ga dit nou weer zo doen? Ik vind het zo helemaal niet eerlijk. Ik word weer niet genoeg betaald. Maar ik ben in ieder geval blij dat, dat de serie echt gewoon goed bekeken wordt door iedereen. Dat het ook gewoon goed bevalt. Dat iedereen denkt van, oh, Helm's Deep. Dat wil ik ook gaan bouwen. Dan kan ik het straks ook. Dan kan ik Helm's Deep maken in mijn eigen server. Nou, als jij er blij van wordt, dan bouw jij dit lekker na. Succes. Ja, als je uiteindelijk op onze server speelt, dan kan je het ook gewoon lekker gezellig meedoen. Dus
Ja. Misschien dat je me uiteindelijk mee kan. Ja, misschien dat je de Dark Lord mooi even joint en weet je wel, we maken ze even helemaal kapot. We gaan aanvallen. Wij halen onze vrienden erbij. Wat wel hard? Wat Turkie? Ja, ik ben ook... En dan maken we het helemaal... Ja. Ik heb nog één vraagje. Nou. Oh, wacht. Één vraagje. Oh, wacht. Ja, hou maar op elkaar. Ik vind het niet beluid, hou. Ik dacht dat we vrienden waren. Niet? Tom? Nou, vertel het eens. Jij wou ja, ik denk dat we hier een pilaar naar beneden gaan trekken. Oh, de brandweer, jongens! Ik hoor hem niet. Vroeger was het altijd zo leuk aan het melodietje van de ambulance, weet je wel. Alweer een lijk, alweer... Serieus? Ja. Die ken ik niet. Ja, ik weet wel wat je bedoelt. Ambulance. Ik denk alleen wel dat ik deze archery misschien meer eerder zo moet doen. Want dan zijn ze net wat meer... Ja, hier moet niks. Zijn ze net wat meer naar beneden. Kantelen, Dennis! Kantelen. Probeer het, zeg te... Wacht even. Kom even hier. Kom hier. Nee. Wacht. Blijf voor mij staan. Niet bouwen. Stop. Ik wil nu niet dood. Oké. Zeg het. Zeg eens. Kantelen. Kastelen. Kantelen. Kantelen. Oké, nu 5 keer. Kantelen. Hoe heet het ding? Kanteel. En hoe heet de reeks van die dingen? Doe? Hoe heet zo'n... Ja, goed zo. Oké, jongens, hij heeft het gehoord. Ik werd onder druk gezet, het slaat nergens op. Sorry Dennis, het moest gebeuren, oké? Het moest gebeuren. Ja. Voor je eigen best wel, Harry. Harry! Ja. Mag niet. Oké. Zo zijn ze wel echt chill om naar beneden te schieten. Nou kun je, als je echt zo naar beneden kijkt, kun je echt alles raken. Ja. Ja, ik vind het zelf altijd qua speling wat minder, maar... Ja. Ik kan wel raken, maar je hebt niet echt een draaibeweging hier. Nee, dat niet, maar ik bedoel, als je... Dan moet je gewoon naar de volgende lopen. Ja. Zeg. Zou je de hele tijd hier zo te zigzaggen? Maar ik kan wel helemaal tot aan beneden schieten, dat is wel... Ja, daarom. Misschien dat we dan bij het poortje of bij die watergate wel wat meer speling moeten maken. Maar als je bijvoorbeeld zo staat, zo, op een afstand, kun je als je op afstand loopt, kun je ze nog best een heel eind... Ja, of je moet dit doen, kunnen ze er zo op staan. Ja. Ja, uiteindelijk gaan mensen dat wel uitvogelen, dus... Ja joh, dan springen ze... Dan springen ze via de toren gewoon zo op en dan... Ja, als ze afspringen hebben ze natuurlijk wel damage. Dat is niet zo slim. Ik ben benieuwd of je het overleeft überhaupt met gewoon met Rowan Armor aan en dan eraf springen. Rowan Armor is natuurlijk niet altijd sterk, hè, maar... Nee. Volgens mij is het niet één het sterkste armor van een gewone faction, denk ik echt wel dat dwerg is. Ja, dat klopt. Ja, en ik heb gehoord dat het armor van de dingen van... Hoe heet dat? Die Swan Knights. Nee, die andere is ook als goed zo overpowered. Moradin. Nee. Wat, waar de mobs ook van overpowered zijn. Als goed is de armor ook vrij goed. Angmar? Yes. Ja? Oh, die wordt slechter bedoel je? Ja, die wordt slechter gemaakt. Ik weet niet of de armor nou slechter wordt gemaakt of de mobs slechter worden gemaakt. De armor wordt gewoon waardelozer. Ja. Het is gewoon waardeloos. Ja. En er komt ook bedrock in de muur, dus stel op de een of andere manier werkt de mod niet, kan je er nog wel niet doorheen breken. Dus dan wordt het sowieso pittig. Daar komt het eigenlijk op neer. Oh, ik heb hier een rekenfoutje gedaan, zie ik. Wat heb je gedaan? Jij weet wel waar dat watervalding, de poortje komt zitten. Ja? Daar zit dus een... Die moest een heel blok naar links. Nou, dat maakt niet uit. Dan passen we dit, dat straks even iets aan. Maar je neemt een heel stuk niet mee, hè? Hoezo niet? Oké, maar is goed. Of in ieder geval wat erachter zit. Met hoezo, dat is toch wel goed? Nee, dat maakt niet uit. Dan zet ik het daar wel achter. Oké. Dan moeten we bij deze weer een ander design maken. Maar dan tel ik het even opnieuw uit. Dus dan moet deze... Ja, hier, kom maar.
Maak eerst dit maar af. Dan doen we dat in de volgende aflevering, denk ik. Anders wordt het weer nu alweer met nieuwe dingen werken, terwijl ik daar zelf nog niet ben. En dan kunnen de kijkers het niet echt zien. Nee, geef ik je gelijk in. Ik ben bijna klaar met het stuk en dan houden we ook op met de aflevering. Ik denk dat dit dan een extra lange aflevering was, of niet? Deze heeft best lang geduurd nou tot nu toe. Ik ga snel kijken. We zitten al 25 minuten dus. Ja. Oh ja, ja, dat is best lang. Oké. Zo. En dit wordt dan wel doorgetrokken. Kunnen we hier nog uitzoeken? Officieel, dan zal ik laten zien. Officieel zit dan hier zo een muur. Die gaat dan zo. Mm-hmm. Volgens het ding dan. Dan krijg je dit zo. Ik pas het ook ietsjes aan. Zo. Iets meer detail geven is altijd wel belangrijk. Ook in die kleine hoekjes. Dat je hier op kan. Ja, dat is wel nice. Ja, nee, maar dat is zeg maar vierkant aan deze kant van de muur. Dat is eigenlijk belangrijk. Ja, en dan heb je ook wel een beetje een goed zicht zo. Ja. Oh, ik lek me helemaal als ik daar sta. Zo. Serieus? Ja. Leuk. Nee, ik niet. Zo. Ja, ik denk dat we hier ook wel even de aflevering gaan ophouden. Oh, ik heb best wel. Zo, F1. Nou, we hebben best wel veel gedaan zoals je ziet. Het is echt een hele gedetailleerde helmsdiep. Dat is... Oh, wow. Ja, het zit wel... Bij mij rent hij weg. Ja, bij mij ook. Ik heb precies... Oh, dit. Ja. Ik ga gewoon vanaf hier staan en dan zo. Ja, het is perfect, jongens. In ieder geval vonden dit een... Wauw, hij lekt alweer weg. Vonden dit natuurlijk een leuke aflevering. Doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. Ook weer staan de kanalen van mij en van Dennis staan hier in de beschrijving. Dus wil je even abonneren, doe dat natuurlijk eventjes. Want Dennis kan die subs goed gebruiken, want hij gaat binnenkort opbouwen. En ja, en ik ga al een heel eind. Ik ben al heel ver. Ik zit al op 410. 410. Oh, hij wilde 500. Dus subscribe natuurlijk ook even op Dennis' kanaal. En dan hoop ik jullie in ieder geval te zien in een nieuwe aflevering van de Lord of the Rings Let's Build. En ja, tot de volgende keer. Ciao.